Ja, wij hebben aan het begin tegen de kinderen gezegd van, nou, moet je nou eens goed luisteren. We hebben iets nieuws bedacht. We hebben jullie in groepjes ingedeeld en een groot verhaal gemaakt. En jullie spelen daar een hoofdrol in. Jullie gaan in een groepje van ongeveer 6 kinderen, word je in een raket gezet op aarde. Om een of andere reden. Er is iets aan de hand dat jullie allemaal weg moeten. Mag je straks ook zelf bedenken. Je deurtje gaat dicht. Je gaat vliegen. Je bent, weet ik veel hoeveel jaar, ingevroren of onder water of whatever. Mag je ook allemaal zelf bedenken. Uiteindelijk start het beschavingsspel op het moment dat je deurtje weer open gaat. En je staat op een planeet die lijkt op die van de aarde. Je kan er eten, drinken, lucht is er allemaal. Verder is er niks. Je deur gaat open en de grote vraag is alleen maar, en dan? Ja, leren voor het leven, dat je op de basisschool dingen leert die je voor de rest van je leven kunt toepassen. Natuurlijk is rekenen en spellen en taal en begrijpend lezen en die dingen zijn natuurlijk erg belangrijk, maar het zijn de tools. En wat er bij het reguliere onderwijs wat ons ontbreekt, is dat die tools eigenlijk nooit worden toegepast. Dus eigenlijk, ik werd toen door een ouder op geattendeerd, is dat een soort van blended learning. Waarbij de scheidslijn tussen school en niet-school vervaagt. Eigenlijk is het begin van deze plattegrond dat je neerkomt op een planeet via een ruimteschip. En eigenlijk ken je die wereld helemaal niet. En door precies te doen krijg je punten. En 3 punten is 1 zo'n kaartje. En dan kan je dat kaartje inkleuren. Dan plak je die op en dan wordt het steeds groter. En voor elk kaartje krijg je ook extra bevolking. Dus dan breid je het steeds meer uit. Ja, eigenlijk is het dus nu het einde van onze bevolking. Wat we heel belangrijk vinden is dat we de kinderen ook de 21st century skills aanleren. En wij denken dat met name de creatieve en de zaakvakken daar eigenlijk een heel goed startpunt voor zijn. Maar wat we zien dat er gebeurt bij de leerlingen is dat de betrokkenheid enorm is gestegen. De betrokkenheid is zelfs zo groot dat ik van ouders te horen krijg, nou, jullie geven wel heel veel huiswerk. Wij gaven helemaal geen huiswerk, maar de kinderen waren zo enthousiast dat ze na schooltijd elkaar opzochten om verder te gaan met hun onderzoeksvragen en verder te gaan met hun presentaties, in welke vorm dan ook. Dus ja, als je het dan hebt over betrokkenheid, dan is dat natuurlijk fantastisch. Het mooie van het beschavingsspel is dat het digitale geletterdheid niet op zich staat, maar dat het in die context van het spel een plek heeft gekregen. Niet alleen het technische deel van de digitale geletterdheid, maar ook de mediawijsheid deel van digitale geletterdheid speelt een hele belangrijke rol. Ze baseren natuurlijk heel veel van hun onderzoek op wat ze op internet tegenkomen. Nou, dat moeten ze onderbouwen, ze moeten de bronvermelding doen. En ze krijgen daar regelmatig ook van klasgenoten van langs als daar gaten vallen. Wij werken met Kidblog. Daar hebben alle groepjes een account aangemaakt en alles wat ze doen, daar moet wel een digitale weerslag van zijn. Daar ontstaat vanzelf een soort archief van wat ze allemaal doen, een soort portfolio. Dus ze leren daar automatisch allerlei digitale vaardigheden. Filmpjes maken, filmpjes monteren, posten, comments plaatsen, bestanden zoeken op internet die ze allemaal kunnen gebruiken. En ze worden op een hele functionele manier digitaal geletterd. Je krijgt inderdaad dus heel erg veel vrijheid. Je kan je eigen vragen bedenken en zo. En daarom vind ik deze manier van leren veel leuker. Gewoon gaan. Dat is echt de main thing. Gewoon gaan proberen. Niet van tevoren alles, maar proberen dood te denken, beren op de weg zien. Ga het maar gewoon doen. En dan ben je echt volgens mij ontzettend verbaasd van hoe prettig werk het is en wat een aanwinst het gewoon allemaal is. Onderzoeken, leren, dan krijg je een hele andere taak als leerkracht. Je wordt eigenlijk herformuleerder van vragen. Dus als kinderen met de vraag komen van wat zijn feromonen, ik zeg maar wat. Dan zeggen wij van nou, interessant, ga het uitzoeken en volgende week zie ik graag je presentatie tegemoet.